Waar hebben wij nou naar zitten kijken? Ja, dat vroeg ik me nou de hele tijd maar af. En weet je wat het is, vrienden? Het was gewoon een etappe uit de Tour de France. Ja, daar hebben we naar zitten kijken. Want, let op, die Mark die zat al die tijd in de kopgroep. He, met de ChristenUnie en met Wopke en met de Kakelende. En in die kopgroep, ja, bergetappe. En hij denkt bij zichzelf, jeetje, die andere, die Wopke en die Kakelende. Want hij keek ook naar de peilingen natuurlijk in de tussentijd. En die zag hij alsmaar zwakker worden. En zelf werd hij er ook niet sterker op. En hij denkt bij zichzelf, jeetje Mina, ik moet van die gasten af. Want straks, dan worden we ingehaald door het peloton. Dus, die zat op zijn moment te wachten om er tussenuit te knijpen. Om uit die kopgroep weg te springen. Ja, maar ja, welk moment, daar ging het om. Ja, stikstof, nou, dat leek hem niet zo'n goed momentje. Hij dacht, nee, ik blijf nog even zitten. Dus hij zat als laatste in het wiel en maar kijken en maar nadenken. En hij denkt, ja, Groningen misschien, dat gas. Ja, kan ik dat? Oh, nou, was ook niet zo gunstig voor hem om toen al weg te springen. Maar daar was het asiel, vrienden. En toen dacht hij, hap, ja, die ChristenUnie, die kan ik wel eventjes jennen. En hup, en weg was hij. En nou is hij weg. Ja, ja, zo is het gegaan, vrienden. En nu ziet iedereen te juichen. En nu hoor ik, iedereen is euforisch. Want ja, eindelijk, het kabinet is gevallen. Ja, en dat is ook wel een goed idee, maar vrienden, let op, het is niet zo dat we nu het politieke paradijs ingaan. Nee, want de Mark die blijft zitten en die komt gewoon weer terug en die gaat gewoon straks gewoon weer meedoen. En ja hoor, dus reken jezelf nou niet helemaal rijk. Het grote gevaar zit hem op links, vrienden. Kijk uit voor GroenLinks en Partij van de Arbeid. Want je moet er toch niet aan denken dat je Knulletje Klaver, ja, en Adje Dubbel T, dat die in een kabinet terecht zouden komen. Dat is, nee. En dus, en Mark, die wil je ook niet meer aan het stuur. Dus vrienden, als je het goed bekijkt, is er maar één oplossing. Is maar één oplossing. Ja, ha. Het blijft gewoon hetzelfde liedje. Alle ballen op Caroline.